gasten van het Gamekanaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we de nieuwe update van 5R bekijken. We gaan als brandweer. Ik zit in een privé server zodat ik even alle ruimte heb om dit te doen. En om 3:30 s'nachts speelt niemand 5R. Ik weet het. Jongens, vergeet niet even te abonneren. Want bij de 3000 abonnees voor 2022 geef ik nog extra Robux weg. Nog gewoon 1000 Robux extra. Dus daar gaan we meedoen. Abonneer dan even hier beneden. Join even de Discord. En ik hoop dat we het halen zoals het er nu naar uitziet. Gaan we het easy halen. Halen we het zelfs nog echt voor de kerst. En dan kan ik gewoon met de kerst gewoon in totaal 3500 Robux weggeven. Dus jongens, doe even mee. Join de Discord. Abonneer. En kunnen wij 170 likes halen op deze video. Zou super tof zijn. We gaan heel snel starten. Let's go. Oké, nou, we gaan als eerst eventjes naar de brandweerkazerne toe rijden. Want in de brandweer doen ze dat ook. Bij de brandweer doen ze dat ook. We gaan richting de brandweerkazerne en daar gaan we ons inmelden in dienst. En dan gaan we daar eens eventjes onze dienst beginnen. Zover ik tot nu toe heb begrepen, zijn er in ieder geval twee soorten meldingen. Of tenminste, wat ik tot nu toe heb gezien. En dat zijn brand buiten en nog een keer brand buiten volgens mij. Twee keer brand buiten bij de burgerspan en bij de ING. En er was ook nog een brandwoning. Hey, ze hebben niet eens parkeervakje hier gemaakt. Nou, dan vind ik dat ik hem hier heel mooi mag neerzetten. Kijk eens. En dan gaan we switchen van team en dan gaan we richting de brandweer. Oh joh, ik ben nog niet eens ingespand. Maar, zoals we hier zien, even dat piepje uit. Dat piepje zet je uit door deze knop. We hebben een brandbuiten. Oh, we krijgen ze gelijk alle twee. Nu is er dus daar zo. Achter is er een brand en daar. En buitenbrand. Ja. We gaan al. We gaan al. We krijgen hem nu twee keer binnen. Het is een Prio 1, dus daar gaan we nu even heen. Dan gaan we even kijken hoe we dit precies gaan aanpakken. Nou, gaan we die kant op. Goed, Prio 1 die kant op. Gaan we die kant op. Da-da-da-da-da. Nou, de brandweer komt hoor. Daar komt de poli... Oh, het is een beste fik. Gaan we hier onze auto gewoon netjes parkeren. En dan even de zwaailampjes erop. Eigenlijk moet ik even kijken of we op de burgerspan zelf kunnen komen. Dus dan gaan we nog heel eventjes omrijden. En dan gaan we... kijk, hier zo kunnen we er mooi op. Dat kan natuurlijk ook. Hoppa. Doen we dat gewoon. Doen we hier, zetten we hier zo onze brandweerauto neer. En dan rollen we vanaf hier de slang aan. Oké, wat moeten we nu doen? Simpel. Het is als eerst even onze pomp aanzetten. Dus, dat doen we op deze manier. Kijk. Hoppa, dat is mooi. Brandweerslang aankoppelen. En als het goed is, dan doet hij het niet. Haha. Hij zou het wel moeten doen. Misschien moeten we hem niet in onze hand houden. Ah, kijk. Dat was het. Nou, goed. Dan moeten we deze kant op. En dan moeten we het hier goed gaan blussen. Door dat op deze manier te doen. Nou, en je kan omhoog en omlaag gaan. Door ook zelf omhoog en omlaag te gaan. Dus als we het nou gewoon zo doen. Hop. Kijk, het is die barbecue die in de fik staat. Wel een grote fik voor een barbecue. Maar goed. Alright. Ik vind het prima. Goed blussen. En we moeten een beetje opschieten voordat dadelijk de ING ook nog in de fik vliegt. Kijk, we krijgen het al een beetje onder controle. Ja, we kunnen het ook trouwens in één keer doen. Hier zo. Hop. Oh, kijk. En dan was het weg. Nou, dan rollen we onze brandweerslang weer op. Als het goed is, als ik hem nu weer ontkoppel, dan blijft hij hier zo aan. Dan kunnen we nog de pomp uit doen. Dan hebben we dat irritante geluid niet. En het klinkt gewoon veel beter. Kijk. Hoppa. En dan mogen we nu Prio 1 door. Trouwens, ik ben mijn helm vergeten. Nou ja, die doet het toch trouwens niet. Mogen we nu Prio 1 door naar de ING. Goed, gaan we die kant weer op. Hoppa, gas erop. Want nu hebben we dus een Prio 1 buitenbrand bij de ING. Nou, die Prio 1 buitenbrandjes mogen wat mij betreft wel naar Prio 3. Oh. Blijkbaar als het te lang duurt, dan gaat het vuur vanzelf uit. Oh, nou. Hé, hey. Zo ineens is die brand hier. Nou. Dat is apart. Hoppa.
Gewoon ineens hebben we hier een brandje. Nou, slangetje uitkoppelen. Pompje aan. Dompie dompie dom. Tidum. Dompie dom. Oh, nu is die wel weer losgekoppeld. Dat is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Oh, kijk, deze weer. Nou, weer lekker blussen. La 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 la, ja la 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 la. Het is mijn afval. Nou, hop, dat was snel. Slangetje weer terugkoppelen. Hier zo heb je slang terug. Oh, wacht, zou ik hem nu wel los kunnen koppelen? Kijk, en nu hebben we gewoon weer letterlijk de burgerspan. En als we nu teruggaan, dan staat weer opnieuw die... Oh, huh? Het rookt zelfs nog na, joh. Kijk dit. Maar we hebben nu weer opnieuw een prio 1. Ik vind dat het een prio 2'tje is, want we weten wat de brand is. Kijk joh, dat is wel lijp. Ja. Wordt die nou echt zo vaak gemeld? Dompidom, tudom, tudom, tudompidompidom, tudom, tudom. Eigenlijk moeten ze nu nog even toevoegen dat er ook staat dat de... Oh joh, what the fuck gebeurt er met mijn beeldscherm? Dat de 21, of nee, dat de 3831 rijdt. Dat zou wel nice zijn. Nou, alweer diezelfde. Nou, blussen we deze nog even, is onze dienst weer af. Maar ik wil in ieder geval laten zien dat dit de brandjes zijn. Ik hoop dat uiteindelijk dus de Albert Heijn in de fik kan. En dat er ook wat brandjes verder weg zijn. Rechtbankgebouw of zo. Middelbrand of zo. Of grote brand zelfs. Hè. Je hebt zelfs grip 1 branden met grote branden en dat soort dingen. Dus ik hoop dat ze dat ook toe gaan voegen. Ik ga het in ieder geval even als suggestie ga ik het gewoon doorgeven. En dan hoop ik dat dat gewoon gedaan wordt. Nou, hop, even blussen. En we zijn zo klaar, joh. Hier zo, hop, straal erop. En weer inpakken en wegwezen hier. Zo doen we dat. Kijk, weet je, voor de roleplay gaan we dat natuurlijk even wat legaler maken. Hè? Even zorgen dat het normaal gedaan wordt. Hop, stappen we weer in en gaan we weer door. Het is ongelooflijk. Ik rij echt weg. En er mag meer vertraging tussen de brandjes zitten. Dat ga ik ook even aangeven. Maar voor de rest vind ik dit wel echt een hele mooie update, jongens. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar dit was... Ik had hem al voorbij zien komen. Want ik zag namelijk bij Friends Activity of zoiets. Dan kun je zien dat er wat vrienden spelen. Zag ik al Pager systeem voorbij komen. Toen dacht ik, ja, dit vind ik leuk. Dit wordt echt een leuke update. Dit was wel echt de update waar ik op heb zitten wachten. En waarvan ik dacht, ja, want nu heeft de brandweer ook wat te doen. Als ze nou ook nog doen dat we lijken gaan vinden of zo. Of dat er echt grote branden gaan zijn. Dus zeer groot, middelbrand. Ja, kijk jongens, dat is leuk. Dan kunnen we ook echt gaan opschalen. En dan kunnen we dat allemaal gewoon lekker gaan fixen. En die brandweerhelm moet vastgelegd worden. Die moet geanswerd worden. Dus als iemand dit ziet die in de edit kan, deze even vastleggen. Dus ja jongens, dit was het. Het was niet een hele moeilijke video, ook niet heel ingewikkeld of zo, maar goed, mijn dienst zit er weer op in ieder geval. Als er eenmaal wat meer ja, branden... Oh, hij doet het volgens mij wel. Kijk joh! Oh joh. Maar dan hoop ik ook dat als we deze mogen gebruiken, dan hoop ik gewoon... Oh, nu hangt hij hier zo, of is dat weer een ander? Nee, dat is precies dezelfde, brr. Maar dan hoop ik ook gewoon dat we met deze helmen... Dat we gewoon uiteindelijk ja, branden thuis krijgen. Dat we, hoe heet dat? Woningbrandjes krijgen of wat dan ook. Want ja, deze dingen zijn wel echt super vet. Je mag het trouwens weer even af, want je bent behoorlijk irritant. Nou, hang hem nu maar hierop. Hoppa, kijk. Hey, maar goed, dit was deze video in ieder geval. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet dus niet even te abonneren. Maak je mij weer heel erg blij en dan zeg ik, zoals altijd, laters.